1, 2, 3. Rol nu iets. Nee. Sam. Draaien. Nu de kant van blauw. Iets. Nee. Sam. Ja. Yeah. Draaien. Kant van blauw. Iets. Nee. Draaien. Kant van rood nu. Inch. Nee. Draaien. Kant van blauw nu. Inch. Nee. Sam. Shin. Draaien. Kant van blauw. Inch. Nee. Draaien. De kant van de rood. Iets. Die. Draaien. Voor. Kutten. Rijn. En geef ze allemaal een applaus. Hartelijk dank. Hartelijk dank en ook aan onze kijker, aan de klas, aan onze baas. Dank u wel.
Vele. Aka Pasetti Salvatori, Shiro Bayonzi. Aquí!
in de tafel. Ik zou graag onze benefiet starten met een verhaal. Het verhaal van hoe Project Lenny gestart is. En ik denk dat jullie vandaag allemaal getuigen zijn geweest van een hele mooie dag. Ja, dat is waar. Een dag met
Veel emoties, ja. Met hoogtepunten, voor sommige laagtepunten, ja. Maar een dag met totale inzet, zeker van onze karatekas en van onze geen karatekas. Ik wil jullie allemaal nog eens van harte proficiat wensen, want jullie hebben het schitterend gedaan. Maar hoe zijn wij eigenlijk met geen karate begonnen? En ik sluit daar aan bij. Wat geen karate betekent voor mensen met een beperking. Want karate is een speciale sport, is niet alleen een lichamelijke sport, maar ook een sport waar het geestelijke enorm aan bod komt. En waar de kracht van karate onze geen karate-kas enorm veel kracht geeft, enorm veel wapens geeft om zelfstandigers met meer zelfvertrouwen en vooral om hun handicap beter te kunnen dragen. Dus dat is een heel proces en wij zijn enorm fier dat na een jaar werking wij in staat zijn geweest om deze wedstrijd te organiseren. Een wedstrijd die zeker en ik denk ook jullie harten snel heeft doen slaan. En ik zal jullie even willen uitleggen waar project Lenny, wanneer het ontstaan is en hoe het ontstaan is. Nijiyama is een karate school die al 20 jaar bestaat en onze dak van karate, Kyokushin karate, is een eerder full contact systeem. En een leerling van mij, Wesley Lotens, en de dochter Kato Lotens, trainde al een aantal jaar in mijn groep, tot zij een auto-ongeluk gekregen hebben, waardoor Lenny, en spijtig genoeg, Lenny heeft een hele zware dag achter de rug gehad en is naar huis, anders had ik hem graag ook mee voorgesteld. Waardoor Lenny eigenlijk aan de onderkant van zijn lichaam voor zijn leven verlamd is geweest. Nu, Lenny kon altijd mee kijken naar de karate, maar dat verhaal dat ik even aan Wesley over had. Wesley komt erbij. Zoals je hebt kunnen zien, is project Lenny uitgegroeid tot een heel positief project, denk ik. Dat klopt. Jammer genoeg is het ontstaan door een tragische auto-accident. En dat doet niet meer mensen, omdat ik een tekening bij maakte. Als ouder, heel gezien dat hij door getroffen. Nu, in heel deel tijd is weer eigenlijk er bovenop te gaan. Het is karate eigenlijk een enorme hulpmiddel geweest. Dat heeft mij kracht en vriendschap gegeven. Bij deze wil ik eigenlijk alle leden van die gemma ook eens voor bedanken om hen te steunen en door te trekken. Nu daardoor, uiteraard, voor het accident heb ik mijn dochter er ook bij hem betrokken, kreeg heel het kraan even aan. En we zijn blijven komen, slecht dat we ook ons voelen. En daardoor is hij ook altijd mee komen kijken. En op een gegeven leeftijd, ik had hem sterker met een ziekenhuis kwam, kwam uiteindelijk de vraag van, ja, papa, wanneer mag ik karate bieden? En ik kan u zeggen dat ik eigenlijk als ouder niet goed wat te vertellen. Nu, Sian Koen is niet alleen mijn Sian, maar ook een persoonlijke vriend. En daar kon ik toch altijd mijn verhaal aan kwijt. Heel veel gesprek en steun aan het. En zo is eigenlijk het idee ontstaan. Karate is voor iedereen, en dus ook voor mensen die daar rolstoelen gewonnen zijn of die zijn sociale beperking hebben. En zo zouden we er eigenlijk over kunnen doorpraten, is het idee ontstaan. Nu ik reed naar huis, vol euforie van wauw, dat klinkt fantastisch en mijn zoon die ook een kans krijgen. Nu anderzijds, als ik thuis kwam, als papa, als ouder, kreeg ik toch wel een eerst een beetje bang hart, van voel ik er wel goed aan. Doe ik niet voor mezelf, doe het voor uw zoon. Nu, ik kan u zeggen, de eerste les, ik heb mij sterk in een bang hart, maar vanaf dat onze karatepak aandeed, vanaf dat er mee op de tatami mocht komen, waar die moest blijven aanstaan en kijken naar iedereen, dan zag ik al direct van, ja, we zijn hier echt wel met iets goed bezig. En vrij snel, is na les, maand na maand, zag ik hoeveel kracht en fysiek en geluk dat die jongen bijkreeg.
En ja, mijn levenssessie is ook, hoe meer kracht dat die gasten opbouwen, hoe meer levenskwaliteit dat die bouwen. En ook de zelfstandige dat die opbouwen. En de band, en gezien, ja, die Amazon heeft er enorm veel, veel kracht en geluk bij. Maar ondertussen ook onze andere leden. Je ziet de stralen, je ziet de zelfvertrouwen van iedereen. En je krijgt er enorm veel van terug. Maar dat heb ik belangen niet alleen gedaan, maar dat is één groot team die dat weken en maanden voorhand de voorbereiding werk heeft gedaan en de hartstikke. Dus iedereen nog eens bedankt en bedankt voor mijn zoon voor deze kennis te geven. Oké, okay, dan wil ik even ons team voorstellen. Wees die blijft staan. Frank, kom erbij. Jens, kom erbij. Stijn, kom erbij. Jorrit, kom erbij. En dan de buddies. Want zij gaan al wat ze geleerd hebben de laatste maanden, willen ze het nog eens, buiten dat ze vandaag wedstrijd gedraaid hebben, willen ze dat toch nog eens laten zien. Dus zij gaan een kleine demonstratie voor jullie tentoonspreiden. En je mocht gerust enthousiast zijn en ze waanzinnig aanmoedigen. Hey! We gaan stoten, second row bij Joe Danzuki, twee handen naar voren. Punch! Hey! Ni! Joe! Sam! Joe! Si! Joe! Go! Joe! Elk! Joe! Sit! Joe! Punch! Joe! Go! Joe! 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 Eén hand optrekken, ooit Zuki, Joe Dan en Joris gaan we op 10 tellen. Dus u ziet dat er een samenwerking is tussen buddies en geen karatekas. Zo treden we ook, zodanig dat eigenlijk de gewone karatekas respect krijgen voor de geen karatekas en dat de geen karatekas respect krijgen voor de gewone karatekas. Dat noemen we integratie en dat vinden we heel belangrijk, want zo krijgen we het verhaal dat we één grote familie zijn. Dus hier proberen ze eigenlijk om zoveel mogelijk de slagen en trappen van de gewone karatekas af te blokken.
zodanig dat ze in staat zijn om zichzelf te verdedigen. En ook zetten we onze eerste stapjes en daar moeten we nog heel veel in doen naar breektesten, omdat dat nog heel eigen is aan karate en ook onze G-karatekas wagen zich om iets te breken. Dus. En dit kan alleen als je heel sterke armen hebt en doorzettingsvermogen en een pijngrens en karakter. Yeah, he's got to watch out for the kids behind. Gaat voor je ogen! En gelukkig is er eigenlijk geen ongelukken gebeurd. Oké, Kamaite, dan geven we sparren met elkaar. Alsjeblieft! En ook onze rolstoel karatekas met een elektrische rolstoel doen aan zelfverdediging. En je ziet, Jorrit is de clevere gast, want je gebruikt zijn rolstoel als wapen. We werken niet. Er zijn natuurlijk verschillende categorieën van rolstoel karatekas. Wij met deze drie werken we niet alleen in de rolstoel, maar ook uit de rolstoel. Waarom? Om krachtoefeningen te kunnen doen, zodanig dat het bovenlichaam sterker wordt en zodanig dat de levenskwaliteit, wat Wesley reeds gezegd heeft, dat de levenskwaliteit, hoe sterker ze worden, dus hoe groter de levenskwaliteit is. En daar proberen we aan te werken om hun grenzen te verleggen. Oké, we komen uit de rolstoel. Deze laat. Ik heb een druk niet. Ik ben er allemaal op.
Op de tel van drie. Iets. Nee. Sankjai. Ja! Waar is het? Ja! Oh. Verstand op nul. Kom. En gaan, hè. Oh, you can do it. Alles tegen. Ga er door, ga er door. Ja. Voor de Jorrit hebben we de dichtste plank uitgekozen. Ben jij klaar? Ja. Zit je zeker? Ja. Heel zeker? Ja. Oké dan. En dan zou ik graag even het woord geven aan onze schepen van sport van de stad Antwerpen, Ludo van Kapraas. Ja.